dus ook op de vlog. Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer dinsdag 15 december 2020. Ja, het is 10:50 in de middag. Ik ben lekker lady aan het uitlaten. En Rodi moet zo meteen naar zijn werk. Hij wil nog proberen om richting de Jumbo te gaan bij mij. Maar ik denk niet dat hij dat gaat redden. En anders gaan we van de week even naar Zwijndrecht. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kom, ga je mee? Lieve schatje. Goed zo, wachten. Wacht, blijf. Wacht ie. Hi. Kom, deze kant op hier. Nee, kom. Hallo, door. Is moeilijk luisteren, hè? Ja, je bent weer zo nog zo lekker bruin. Ja, kom. Kom maar. Goed zo. Wachten. Ja, je mag wel snuffelen. Dat mag van mij. Altijd. Ja, lekker plasje doen. Goed zo. Mag hoor. Ja hoor. Het water spoelt er toch weer weg, hè? Wachten. Goed zo. Ja, keurig. Ja. Zie je nou toch iets moois? Wauw. Dit is een hele mooie BMW. Qua kleur. Qua uitstraling. Wauwie. Ik weet niet wat ik heb met BMW's, maar sinds dat we in de auto van mijn buurman hebben mogen lenen dit jaar, vind ik hem heel gaaf. Kijk, weer mooi carbon. Wauw. Heel nice. Alleen een beetje de achterkant is een beetje vies, maar voor de rest is hij gruwelijk. Mooi, echt waar. Lekker bezig. Nice. Oh. Dat is wel nice. Dat is nice. Ja, het is druk. Nou, ik ga even het raampje open doen voor jullie. En als Ronald wat zachter wil gaan rijden. Zo, wat. Licht in. Opa, rij nog wat sneller. Opa, rij nog wat sneller. Nou, moet. En dat moet gewoon. Geen richting aan. Is handig. Er zit zo'n dingetje aan je stuur. Gebruik hem. Nou, Ro is er ook nog even te zoeken op de vlog. Alleen hij is een beetje gestrest. Want hij moet snel. Naar huis. Want hij moet werken. Verkleden. En verkleden. Ah joh, dat is zo snel gedaan. En jij bent snel. Schat, en met wie sta je vandaag? Geen idee. En dat zie je dus daar wel? Ja. Ja, oké. Okay. Morgen. Nou, ik heb er geen zin in, maar ik denk met Robert. Oh, met Robert. Die zijn tot morgen, dus waarschijnlijk heeft hij ook middagdienst. Oké. Nee, maar morgen, ik weet niet eens of het doorgaat, want je mag maar 3 personen in je huis hebben. Heb ik ook toch dan, 3? Ja? Twee gasten. Drie gasten. Nee, je mag er maar 2 hebben, dus je krijgt 2 gasten. Ik ben er ook. Ik ben geen gast. Nee, maar we krijgen wel 3 gasten. Nee. Wel waar? We krijgen er maar 2. Hoezo? Nog niet meer dan 2. Nee, dus en. Ro, luister. Ga nou niet in mijn vlog lopen verkloten. Luister, ik ben eerlijk. Klaar. Ik heb hulpverlening. Ja. Dus. Ik krijg er morgen 3. Want hoe willen ze anders zijn dat ik een nieuwe hulpverlening ga krijgen? Hulpverlening is geen gast.
Nee, maar voor mij even op dit moment wel. Oké. Het zijn in principe gewoon mensen die al over de vloer komen. Dus dat zijn in hun regelgeving gasten. Oh. Kijk, mama, en dat is mijn moeder, maar dat is dan ook een gast. Ja, op die manier. Dat is familie, maar toch een gast. Ja, en dat bedoelen ze ermee. Oh. Je mag maar drie. Daarom zeg ik al. Maar jij gaat, nee, hulpverlening, en dat zijn ook op dat moment gasten. Oh. In jouw huis. Ja. Zo. Ja, sorry mensen, maar ik ben gewoon niet mezelf. Jullie weten net van mij dat ik dus depressief ben. Ik ga geen dingetjes omheen binden dat ik het niet heb, blablabla. Bla, bla. Want dan lieg ik en daar heb ik geen zin in. Dit is gewoon even de realiteit hoe ik ben. Gewoon lekker een beetje afkatten. Nou, dat is niet lekker, maar... omdat Ro het dan weer zo zegt van... Ja, maar dat is hulpverlening. Maar ik heb zoiets van... als de overheid zegt van dat zijn gasten. Zelfs je ouders zijn gasten. Terwijl het je ouders zijn. Maar oké, het is een gast in jouw huis. Dus ja, maar ook ik heb er gewoon schijt aan. Kijk, en zoveel krijg ik niet al over de vloer. Dus moi, ik vind het allemaal prima. En ik heb net gewoon iemand lekker een knuffel gegeven. Ja, maar ik zeg niet wie. Lekker pu. Dit rijdt een stukken beter, dit. Dit rijdt zoveel helemaal beter. Nee, en dan gaan ze op de app zeggen van ja, maar sporten buiten mag ook. Dan kan er ook gelopen worden. Nee. Niet. Zo weinig mogelijk mensen naar buiten. Ja. Zo weinig mogelijk contacten. Ja. Nou, en dat doe ik al aardig. Alleen met Ro en dan eventjes proberen even elke dag gewoon even, ook al koop ik niks. Ook al haal ik gewoon wat voor de kleintjes. Eventjes eruit. Nou, voor de rest komen we eigenlijk niet. Ja, en dan ten helder. Maar we gaan waarschijnlijk donderdag even naar Zwijndrecht om even daar wc-papier te halen. Want daar is het lekker goedkoop. Er zit een hendeltje bij je stuur. Wauw! Nee, die bus daar. Die gaat eerst zo en dan hier over de lijn heen. In het midden rijden. Wauw. Oh, 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 oh. Nou ja, wij zijn bijna thuis. Ik heb alweer bijna 5 minuten geluld. Handig. Ik zie jullie straks wel weer. Jullie zijn er weer. Dat is mooi. Nou, wat ik vandaag heb gedaan is eigenlijk bitter weinig. Echt heel weinig. Ik heb eventjes op Bigo gezeten. Bijna een uur of zo. Bijna. 59 minuten of zo. En daarna heb ik de hele avond lekker op de bank gelegen. Goede tijden gekeken. De Hunted gekeken. Ja, een beetje met Ro liggen kletsen, omdat hij dus op zijn werk was. Nou, dat jullie mee kunnen krijgen, een beetje. En de dames die lagen lekker bij me. Nou, Ro is al een tijdje weer terug. Hij is nu net de hondjes ervan aan het doen. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan, want blijf je ook zeker op de hoogte. En laat een leuke reactie achter. En dan zie je mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Als ik het trek. Nou, doei doei. Dikke kus op jullie snuit. Doei, tot morgen.